Is dat lijntje wat erboven zit, is dat mijn hoofd? Wordt dat nu afgesneden? Heb ik geen haar nu? Nee, ja? Ja? Oké. Okay. Dan zit je hier met JJ Boske. Hij zit toch vooral zo. Toch? Oh nee, fijn dat jij even bepaalt hoe ik ga zitten. Of niet? Heb ik daar zelf nog een mening over, Anna Noshin? Jongens, welkom bij een nieuwe video. Ik ben weer terug op YouTube en ik heb een nieuwe serie. En die heet Extreme Mukbang. En mukbang. Daar ga ik met mijn gasten, want ik wilde mukbangs doen en toen dacht ik, maar niet normale. Nee. Want het moet altijd extra en extreem. Heel fijn, Anna. En ik dacht, ik ga gewoon hele extreme keukens proeven. Met Kai. Ja, dat heb je. Je hebt niks gelogen. Ik weet niet wat er allemaal voor me ligt. Maar het ziet alles behalve smakelijk uit, Anne. Het is de Aziatische keuken. Zwarte pudding met verschillende kruiden. Rundermaag. Een soort kippenpoot die ik al bij Robinson heb moeten eten. Inktvis. Die lijken me nog wel lekker. Dat is heerlijk. Dit is hele spicy noedel. Ja. Ik kan niet tegen spicy eten, maar Kai wel. Dit is een eiergebak. Is dat een toetje, Rome? Toetje. En we hebben 3 drankjes. Dus ja, laten we beginnen. Zullen we beginnen met het allerergste? Ja, wat is voor jou het allerergste? Die poot. Ja? Ja, dat vind ik heel heftig. Er zit wel een sausje bij. Romy die heeft dit gehaald bij de Chinees en die zei dat de Chinees zei van, weet je zeker dat je dit wil hebben? Heb je gezien dat hier echt een nagel op zit? Ja, ik heb dat gezien. Ik ruik ook de geur van het sausje. Ik weet niet of het beter gaat maken, Anne. Oh. Oh, maar die ribbels ook erop. Zie je wat dit is? Eeuw, het lijkt wel kikkerdril. Het lijkt gewoon nep. Hier. Ja, wat? Geef mij even de grootste. Nee, ja, ik dat lijkt godverdomme wel een nijlpaardenvoet wat je aan mij geeft. Overigens ben ik eigenlijk gestopt met vlees eten, maar voor deze serie maak ik dus af en toe een uitzondering. Dit is geen vlees, hè? Dit is kalk. Het zijn alleen maar nagels. Waar. Oh, heel vies wel. Ik ga gewoon. Vieze alienvingertjes. Oh. Ah, ik word echt helemaal naar. Ik zweer het. Het is echt niet zo vies. Oh, het is het idee, ik krijg dit niet weg. Het is of kots, of nu rustig eruit halen. Durf je wel dit te eten? Ik weet het niet, Anne. Ik weet helemaal niet meer wat ik durf. Wil je het proberen? Nou ja, laten we dat maar proberen dan. Ik heb een beetje wat van... Wat is dit? Dit is maag. Dit was... Zeg Romy daar, lekker met de fruitsalade op de achtergrond. Wil je... Heb je het gegeten? Ja, heerlijk. Het is dat ik vol zit, anders had ik dat hele bakje zo opgegeten. Zo, yummy. Maar je zit wel echt semi te genieten van me. Te genieten? Ja. Het kan gewoon erger in het leven. Ik bedoel, het had veel erger gekund. Nou, wat dan? Geen eten. Ja, dat is. Zoals dat je is weet. Nog erger. Dat een mooi bruggetje is naar Robinson. Hey. Vertel. Ja, ik vond het fantastisch. Wacht even hoor. Ja. Kijk, ik heb de eerste 3 geprobeerd. Ben je trots? Ja, heel. Dankjewel. Ja, ik vond het heel leuk. Alleen. Op dat tweede eiland was niet per se een voordeel hoor. Dat is saai, hè? Het is vreselijk saai. En ik zat daar met die krabbenfluisteraar natuurlijk. Niels, ja. Mm-hmm. En dat is best wel een beetje een raar ventje. Nee, die mag je lekker zelf eten. Wij kregen op een gegeven moment wel een band met elkaar. Ja, je moet ook bijna wel, hè? Je moet een manier vinden maar om mee om te gaan. Jij hebt 32 dagen gezeten. Ja. Je kreeg nul afleiding. Nou, aftrekken heeft ook geen zin op zijn eiland. Dat heb je ook geen zin gedaan? In. Nee. Ik was van tevoren, dacht ik echt, dat ga ik om de dag doen. Gewoon om even te ontladen. Er zit niks meer. Nee. En je wil je eiwitten ook sparen? Tuurlijk. Nee, je hebt helemaal geen libido. Ik krijg opeens een hele vieze gedachte. Stel dat je dat dus zou doen en dat je dan dus dat opeet. Gadver. Als... Ja, maar dat heeft helemaal omdat geen zin. Omdat het eiwitten zijn. Nee, maar dat heeft helemaal geen zin, want die eiwitten zaten al in je lichaam. Dus het is niet zo dat je nieuwe eiwitten binnenkrijgt. Oh, zo slim deze man. Maar hoe is dit? Dit is pittig. Heel pittig? Maar, hou je van pittig? Nee. Dit ga jij heftig vinden. Zo'n goede hap ook, schat. In één keer doorslikken. Water drinken heeft geen zin, hè, nu. Dat maakt het erger. Je moet melk drinken. Wil je eiwitten? Oh my god. Wow. Hè? Oh. Hoe eet men dit voor de lekker? Het wordt een vlot interview op deze manier, denk ik. Nee. Vertel. Heb je überhaupt libido? Nee toch? Dat heeft toch nee, niemand heeft dat heb ik toch? Normaal wel, maar daar niet. En daarvoor was ik ook zo verbaasd. Wat ik wel had, ik had hele heftige seksdromen. Echt waar? Ja. Ja? Ja. Had je überhaupt dromen? Ik ben er niet. Nee? Nee. Het ging gewoon helemaal zwart bij jou. Ja, helemaal depressief was ik. Maar ik was ook echt niet blij. Ja. Dit was met ei, toch? Ja, ook lekker.
Ja, we gaan gelijk door naar de volgende. Dus ook een beetje zoals mijn moeder vroeger mij had voelen als een tafel. Hoppa, hier, er is nog rijst over. En dan niet zelf eten, maar alles in mijn mond. Dit is lekker trouwens. Ja? Als dit is wat ik denk dat het is. Ja, het ziet eruit als een placenta. Ruik eens naar pindakaas. Oh ja. Mmm, lekker. Heerlijk, ja. Dit is een soort dumpling. Ja, oh, die zijn lekker. Vind je dat echt vies ook? Nee hoor. Dan kan je iets vertellen over Robinson wat je nog niet iemand hebt verteld. De relatie tussen mij en Niels, die was best stroef, toch? We komen richting de samensmelting. Mm-hmm. Jij weet ook, dan heb je in je groep al zeg maar tactiekjes, zeg maar, die gaan we er als eerst uitsturen. Ja. En Niels, die was natuurlijk ontzettend sterk. Dus wij dachten, oké, Niels, die moet er gelijk uit. Vervolgens hebben wij de samensmelting. Mm-hmm. En Danny Vreugde en ik dachten, hé joh, we hebben één feest hier tijdens de expeditie. Mm-hmm. Dus we gaan vanavond vol gas. Mm-hmm. Dus we hadden een biertje of 12 op. Maar je kan je voorstellen, je eet een lange tijd niet. Dus je bent heel snel dronken. Ja, voelde jij wel alcohol? Want ik weet nog, bij ons voelde niemand zich dronken. Er is even getwijfeld of er alcohol in de blikjes zit. Ik denk echt dat er geen alcohol in zat. Dat denk ik echt. Ik denk echt dat het placebo was. Ja, we waren in ieder geval gewoon jolig en we zaten flink in de stemming. En iedereen was een soort van, ja, we gaan niet te veel energie verspillen en we gaan vroeg slapen. Ja. Dus wat had je? Dat plateau, zeg maar, waar ik met vroeger lag. Mm-hmm. En op een gegeven moment, ik heb al best wel een kleine blaas. Dat is echt een probleem. Dus op een gegeven moment, ik moet pissen als een nijlpaard. Ja. Maar ik denk, ja, ga niet naar beneden, want dan pleur ik op mijn bek. Want overal lopen dieren en liggen cameramannen en weet ik wat. Dus ik denk, nou, ik pis wel even van het plateau af. Maar ik heb helemaal niet door dat er bepaalde mensen het idee hadden om naast het plateau of onder het plateau te gaan liggen. Dus ik zeik, zonder dat ik het weet, de halve klamboe van Niels zeik ik vol. Die vuile klootzak. En hij begint helemaal uit zijn plaat te gaan. Op een gegeven moment, ja, ik weet je wat, dat was toch al een beetje een ding tussen ons, Niels en Kai. Dus toen begon ik ook een beetje zo, ja, doe even rustig, ik wist het niet. Want ik dacht, ja, ik bied me... Heb je aangeboden dat jij jouw klamboe aan hem gaf? Nee, hè? Het viel wel mee. Het was misschien een druppeltje. En de volgende dag moet uitgerekend ik naar Niels toe. En Niels was zo blij dat hij van iedereen af was. Die dacht, Jezus. En dat hebben we uiteindelijk uitgesproken. En toen zijn we vrienden geworden. Maar spreek je hem nog? Nee, hè? Jawel, ik spreek hem nog wel eens. Gewoon van, hoe is het met je en dit en dat. En wat ben je nou uit elkaar aan het pulken, schat? Lijkt wel zo'n Japanse ei. Ja, zo'n mochi. Ja, mochi. 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 Zo'n mocho. Mocho? Mocho. Oh, wat is dit? Oh, zo'n rode boon. Dit is ook lekker. Dit is top. Ja. Dat is weer heel lekker inderdaad. Oh, dit moet je erin drukken. Wat? Dit balletje wat hier zit. Ja. Dat moet hierin. Dat weet ik nog uit... Ik uit weet je waar tijd dit vandaan... van de Vietnamoorlog. Zoals je net al zei. Moet ik het balletje erin drukken? Ja, volgens mij echt serieus, maar ik weet niet of dan eerst... Ah! Oh. Ik schrik me kapot. En dan? Dit is het. Dit is lekker. Limonade met koolzuur. Dit is een soort gazeuze. Wat? Ja, hè? Dit lekker, is vet lekker. Dit is als een verademing. Dat is wel verfrissend. Zo. Durf je hiervan met mij een hap te nemen? Dit is motorolie, of? Oh, wat jammer nou. Oh, wat jammer. Die gaan we gewoon... Kijk uit! Oh nee, dit gaat echt... Oh, ik wil dit ook niet. Zo pikzwart. Nou, dit vind ik niet gek. Oh! Ik vind het niet lekker, maar ik vind het niet gek. Oh. Het smaakt naar... Kurk. Naar kut. Het smaakt naar... Mijn buurvrouw, als ze de grulp open doet, dan komt deze geur altijd een beetje zo door de brievenbus de straat ingewaaid. Dit is echt jammer dat je dit niet kan ruiken. Dit geef je niet eens aan je hond. Dit lekker. Is echt niet zo vies. Nee, ik snap het. Echt lekker best wel. Hier word je sowieso niet goed van, hoor. Dit zou nogal een paddo-effect. Heb jij dit er nou afgeknald? Gadver. Dit. Ja, we gaan gelijk door weer, merk ik. Er zit goed tempo achter. Het smaakt echt naar bedorven melk, denk ik, hè? Jij denkt dat ik weet hoe bedorven melk smaakt? Mm-hmm. Ja, dit kun je drinken. Ja, mijn hele stem gaat weg. Wat doe je met me, man? Ik voel me ook een beetje raar worden hier. Ik ook. Ja, hè? Ik heb het ook, ja. Maar waar zou dat in zitten dan? Ja, ik... Dit, denk ik. Het is na dit gekomen. Ik ben zo lam als een kanarie. Ik vind het heel zielig dat je dacht dat je lekker kwam eten en dat je dan...
Maar alle mukbangs die ik heb gezien, daar zitten mensen gewoon heel lekker te eten. En jij komt weer met dit. Oh, dit is ook niet zo vies hoor. Dit smaakt naar alle drankjes van de Aldi. Want alle drankjes van de Aldi die smaken hetzelfde. Smaken hetzelfde, letterlijk. Ik heb ook nog de serieuze interviewvragen. Ja. Nou, het begint goed. Ja. Welk gerecht vind je echt het allerviest op aarde? Ik heb ooit een keer heel erg moeten kotsen van de hutspot. Echt? Ja, maar ik vind het niet per se het vieste. Wat voor hutspot? Met die worteltjes erin. Oh ja, vind ik ook niet zo leuk. De vraag... Ja. De vraag die daarop volgt. Is hoe het in de liefde gaat, Kai. Vertel even. Best wel rustig. Denk je dat je de meest begeerlijke vrijgezel bent van Nederland? Nee joh, gek. Zo dan. Dat denk je absoluut niet. Nee joh. Ik ga dat even vragen. Denken jullie dat dat zo is? Ik denk het wel. Jij geeft mijn nummer nooit, maar waarom doe je dat eigenlijk niet? Want is het gewoon leuk? Wil je dat ik gewoon iedereen die dat vraagt je nummer geeft? Ik denk, ik check het altijd. Nou, dan leuke vrouwen wel. Zou je liever onbeperkt sushi hebben in je leven of onbeperkt taco's? Hé, hey, luister, ik voel me echt... er is iets aan de hand met me. Ik zweer het. Dat meen ik echt serieus. Ik voel me ineens een hele rare gloed over me heen komen. Het is echt heel zoet. Nee, maar dit kan niet. Ik ben echt... Je bent ook iets droog. Oeh! Zo, ik voel me ineens helemaal... Kom dat door die taco-vraag. Ja. Ik wist niet dat taco's zo belangrijk voor je waren. Wat zit erin? Suiker. Nee. Oeh, oké, pak hem op. Nou ja, pak jij hem op. De taco's deden je de das om. Wat was de taco-vraag dan? Heb je nou gehoord of nee. Moet hij nog een keer? Nee, ja, doe maar eens taco's. Nee, sushi trouwens. Ja? Ja, vind ik lekker wel. Wat is het gekste wat je aantrekkelijk kan vinden aan een vrouw? Ik denk dat misschien klunzig. Klunzig? Vind ik wel leuk in een vrouw. Ah, oké. Ja, iemand die heel vaak valt en zo? Nee, dat is ook even, ik zit ineens te denken. Als je dan met haar op vakantie gaat en je loopt op een roltrap ergens in een winkelcentrum in Abu Dhabi. In Torbellinos. In Torbellinos. Terwijl je net een pietje hebt gehaald bij Piet van Friet. Als een friet, zo. Een pietje hebt gehaald bij Friet van Piet. Terwijl je net een frietje hebt gehaald bij Friet van Piet. Dat is een snackbar in Torbellinos. Ja, ik kan even helemaal niet meer normaal nadenken. Wie stuur je het liefst een berichtje als je dronken bent? Ja, vrouwen dan wel. Mm. Maar dan krijg ik ineens rond de klok van 12 begint het te broeien. Daar. Ja. Wat is dit lekker? Het lijkt wel alsof je wasverzacht in de binnen zit te werken. Ja, echt. Zo ziet het er ook uit. Ja, vrouwen. Heb je dan één specifiek iemand? Of heb je dan een drietal van mensen? Ja, ik ga dan gewoon even kijken wie er reageert. Wat is het meeste aantal vrouwen wat je op één avond hebt meegeneukt? Ja. Nee, één. Ach, hou toch op, jongen. Ik kan me niet herinneren dat ik op één avond 3 heb gedaan. Dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet zo. Wat heb ik eraan? Als je op één avond gewoon... Als je gewoon goede seks hebt met één persoon, waarom zou je dan daarna nog ook naar de buurvrouw gaan? Dat moet je dan de volgende dag juist doen. En wel ook trio's en zo gedaan? Ja, dat was een beetje gerommel op een kamer. Het was eigenlijk een soort halve kwartet. Een halve kwartet? Is dat niet een duo? Nee, je hebt dus... Dat klopt. Het was in... Het gaat nu zo goor klinken. Het was in Thailand. Wij hadden Thaise vrouwen, maar gewoon internationale vrouwen die gewoon heel goed Engels spraken. Die daar wonen. Mm-hmm. Die daar gewoon leuk uitgingen met z'n tweeën. Nou, daar hadden wij een klik mee. En dan gebeurt er iets. Dus wij hadden op een gegeven moment 2 vrouwen meegenomen. En... Thaise vrouwen maken rare geluiden in bed. Kan je dit nadoen? Dat is toch niet aantrekkelijk? Dat is niet aantrekkelijk. Sterker nog, je krijgt een slappe lul van en een slappe lach. Dus ik had op een gegeven moment, die vriend van mij lag naast mij in het bed. Ik was met die van mij bezig en ik hoorde vanaf zijn kant echt alleen maar dit. En ik denk, er wordt een cavia door de kamer geschoten of zo. Ik weet niet wat er gebeurt. Dus ik krijg zo de slappe lach dat ik zeg... Pik, ik ga naar de douche met die van mij. Ik kan dit niet aan. Wij gaan de douche in, naakt. Mm-hmm. En ik kijk naar beneden en denk, hey, daar hoort nog een regenjas omheen. Dus ik denk, kut, ben ik vergeten. Ik was zo lam. Ik denk, weet je wat, ik doe een witte washand. Doe ik eventjes om mijn gevaarte. En dan loop ik zo met die witte washand, loop ik zo de kamer in. Ja. Ik dacht, oh, dat is handig. Dan bedek ik mijn piemel, maar dat slaat echt nergens. Ik loop de kamer in en ik ga op mijn bek. Maar echt gigantisch. Het klinkt echt als alles behalve seksueel aantrekkelijk. Ja, nou, je hebt mij nog nooit de koppel zien maken met een wat dubbelul, dus... Nee, dat is waar. Wat is jouw meest ongewone talent? Tekenen misschien wel. Dat is niet ongewoon, hè? Kan je tekenen? Ja, graffiti tekenen. Echt?
Ja. Nou, als je een warning label zou hebben, wat zou de jouwe dan zijn? Pas op, ik ben... Bloedgel. Elke dag, elk moment? Ja. Ja? Nou ja, niet extreem. Ik heb geen seksverslaving, maar ik... Kijk, een verslaving is altijd op het moment dat het jouw leven beïnvloedt, dan is het een verslaving. Dus dat jij dit nu had afgezegd omdat je... Moest aftrekken. Hier om de hoek... Ja. Welke gebeurtenis laat je denken, wat dacht ik wel niet, als je terugdenkt? Eentje die me wel snel te binnen schiet is dit dingetje bijvoorbeeld. Oh! Had ik zo'n tatoetje gezet. Oh ja. Dat soort dingen. Ik kan heel impulsief maar... dingen doen. Oké. Okay. Nou, dit was de eerste aflevering van mijn Extreme Mukbang. Ja. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet Kai's kanalen te checken. Alle info staat hieronder in de beschrijving. Ik zie jullie snel weer. Doei. Doei. Waarom doe je hand voor mijn gezicht als je zwaait? Ik heb nog nooit een trio gehad met twee vrouwen. Nee? Nee. Dat moet, die kans moet zich toch hebben voorgedaan in het leven? Er lopen wat projecten, ja, dat klopt. We zijn ergens stoned van geworden. In de tussentijd. Hè? Maar moeten we niet even kijken wat hierop staat? Dat is echt waar. Het voelt heel gek. Misschien is het wel lean. Wat? Het is lean. Wat is lean? Lean back? Nee, dit is lean, denk ik. Celine Dion. Celine.